Welkom bij Tiel aan tafel. Natuurlijk het vaste onderdeel, de kritische vrienden komen voorbij. Maar eerst ga ik in gesprek met Roemerdaal erop en jij bent hier voor Tiel Maritiem. Ja, dat klopt. Weer. De vierde editie. Klopt, ja, de vierde editie. Hoe gaat het? Nou, als je vraagt hoe het met ons is, het is heel erg druk. Want we werken natuurlijk nu toe naar de opbouw van het evenement. Maar het gaat goed. Volgens mij hebben we nu alles rond. Het programma is rond en achter de schermen zijn er hier en daar nog wat kleine dingetjes te verbeteren. Maar iedereen doet van de organisatie zijn taak. Dan hebben we straks een prachtig mooi evenement. Ja, want inmiddels is het al een beetje zo. Heb je het over Pinkstra? Heb je het over Tiel Maritiem? Kijk, dat is precies waar we naartoe willen. Ja, goed hè? Ja, ja. Dat hebben we zo opgebouwd omdat we natuurlijk vanuit de historie met Pinkster altijd in de haven aan het zeilen waren. Van Tiel naar Gorinchem. En ja, nu ziet men en steeds meer in op alle fronten dat met Pinksteren is het inderdaad aan de haven en op de Waal van alles te beleven. Ja, nou stel je nou voor dat iemand er nog niet geweest is. Wat kunnen ze daar dan verwachten? Twee dagen lang vertier in en op het water in de haven van Tiel. Met spelenvaren voor de jeugd, de allerkleinste kinderen, waaronder bijvoorbeeld zo'n radiografisch bootje, dan kunnen ze zelf sturen. Kunnen ze echt zo besturen? Ja hoor, want daar begint het mee. Hè. Die jeugd moeten we natuurlijk aan het water zien te krijgen. Ja. Maar ben je wat groter en dan ga je lekker kano varen of in een heel klein zeilbootje zeilen of meevaren met een klein motorbootje in de haven allemaal. Ben je nog wat groter, nou, dan ga je in een valk zeilen, dat is een nog grotere zeilboot. Of we hebben een kajuitbootje van Tiel Maritiem. En wil je dan, en dat is allemaal gratis, hè? Al die kinderen en de jeugd die kan gewoon die mag gratis. Allemaal gratis. En dat is weer zo'n mooie stichting Burgerweeshuis, die heeft dat weer mogelijk gemaakt, onder andere. Naast een heleboel andere stichtingen en sponsoren, moet ik zeggen. Want dat is die samenwerking die we met z'n allen maken, met de lokale bedrijven en lokale stichtingen. Gratis evenement. En natuurlijk hebben we ook het grotere werk, het zwaardere werk. Ja, er komen powerboten van RIP Events en dat is gelieerd aan Van der Valk. En dat zijn echt grote, zware, snelle raceboten. Ja, die scheuren over het water. Ja, die gaan bijna 100 km per uur. En dat klapt echt die Waal op en dat gaat stroomopwaarts, stroomafwaarts. En mensen kunnen daar ook op zo'n boot stappen, hè? Ja, zeker. Je kan, want dat is ook een verbetering die we gemaakt hebben, online al kaarten bestellen. Voor de vaartochten op de Waal kun je, en dan moet je toch wel snel bij zijn, merken we, online al de kaarten reserveren en bestellen. Want we hebben naast de snelle powerboten ook een hele langzame, dat is de Neeltje Jantje. Oh, die is zo mooi. Ja, dat is terug in de tijd. Ja. Met oude schipperskleding ga je terug in 1930, 1940, toen er nog gevist werd op de Waal. Ja. Die tochten kun je ook online bestellen op Tiel Maritiem. En we hebben het koninklijk varen. Ik wil hem nog graag onder de aanbrik brengen, maar dat is een prachtig klassiek jacht. Ja, dit is dus die boot van destijds, van koningin Juliana. Klopt. Prins Bernhard. Ja, 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 ja. En dat is een bijzonderheid. Die komt in Tiel. Die komt in Tiel en het is zo dat die boot is 65 jaar geleden voor het laatst in Tiel geweest. Met de opening van de Prins Bernhard sluizen en de openingen van het Amsterdam-Rijnkanaal. En dat was een aanleiding om nu weer te zeggen, laten we dat weer eens terug laten komen. Die boot is weer in de vaart, die is helemaal mooi opgeknapt door vrijwilligers. Er is ook een stichting die dit als varend erfgoed in de vaart houdt. En ja, dit schip is echt een unicum als je daarop kan varen. Ja. En nu heb ik ook begrepen dat er ook gefeest gaat worden. Ja, ja. Tiel Maritiem, we hebben natuurlijk de eerste paar jaar van een enorme sponsor gebruik mogen maken. Ik moet zeggen, een subsidiant, hè, de provincie Gelderland, heeft ons enorm gestimuleerd in de eerste paar jaar. Maar we hebben ook de opdracht gekregen om meer een zelfbedruipend evenement te worden. Waar we tot op heden weinig inkomsten uit hadden, was de horeca. En daar willen we nu veranderingen aan gaan brengen. En ik denk dat wij dat ook meteen weer groots aanpakken. Ja. Twee feestavonden. Eén is op de openingsavond van Tiel Maritiem. Op 3 juni kun je naar de Love Boat Evening. Love Boat Evening? Ja, dat is compleet verzorgd. Het begint met een welkomstdrank en oesters. Uitgeserveerd echt uit de hand van de oesterkoning van Nederland. Dat wordt leuk. Vervolgens gaan we captain's dinner eten. Dat vinden we nog steeds een mooie traditie worden. Het oeroude kapucijnders met een stuk varkensvlees. Mooi geserveerd. Het zuur, augurken, pikkelilie, alles erop en eraan. Terug in de tijd. Dat is ook prachtig, terug in de tijd. Om daarna een feestavond te starten aan boord van het partyschip. Met live muziek, een zanger, de Nederlandse Neil Diamond.
om tot slot te eindigen in een enorme disco. Oh, wat heerlijk. Dus dat hebben we een hele mooie line-up voor de openingsavond van Tiel Maritiem. Waarbij natuurlijk een heleboel sponsoren aanwezig zijn. Maar ook zijn daar nog vrije kaarten voor te koop. Daar kunnen mensen nog terecht. Zonder kaartje kom je daar niet in. Okay, dat moet ik niet, even heel streng zeggen. De deur van de boot kloppen. Nou ja, als er nog kaarten zijn, dan zijn ze daar te koop. Maar wij lopen daar ook al aardig mee vol. Dus dat gaat ook alweer de goede kant op. Maar dan heb je nog de tweede avond. Want dan ga je gewoon naar de Rock the Boat Party. Dat is een wat eenvoudigere avond. Waarbij ik altijd zeg van joh, dat is gewoon lekker bier drinken en bitterballen eten. En goede disco uit de jaren 70, 80, 90. Ook op de boot. Ook op de boot. Dus het wordt de grootste drijvende disco die Tiel heeft gehad. Tot op heden. Geweldig. Zo moet je het maar zien. Geweldig. Ja. En daarmee willen we natuurlijk het feest Tiel Maritiem als evenement completer maken. Niet alleen maar nautische geïnteresseerde mensen, maar ook mensen die gewoon van een leuke party houden, zijn natuurlijk van harte welkom. Ja, nou, ja. Reden te meer. Nou, zijn de afgelopen jaren, was het ook iedere keer prachtig weer? Ja, ja daarom doen we ook altijd twee dagen. Hè? Dan is er altijd één dag die goed is. Zo moet je het maar zien. Sowieso. De puntjes worden nog op de i gezet. Ja, maar klopt. Volgens mij hebben jullie het gewoon helemaal goed voor elkaar. Dat klopt, dat klopt. Ja. Wij doen ook nog iets bijzonders met de Piet Hein. Dat schip is natuurlijk publiekelijk te bezoeken overdag. En na Tiel Maritiem hebben we nog een tocht voor ouderen. En dat is weer mede mogelijk gemaakt door de stichting Oud Burger Mannen en Vrouwenhuis. Want daar gaan we dus exclusief varen voor mensen uit de bejaardenhuizen van Tiel. Ach, wat mooi. En dat doen we op de dinsdag na Tiel Maritiem. En nou komt hij. Op woensdag gaat dat schip naar Doesburg. Ja. En daarvoor wil ik heel graag een oproep doen. Want Stichting Piet Hein, Stichting Tiel Maritiem, Krolreizen, ja, die hebben bedacht met z'n drieën, laten we dit eens combineren en laten we eens iets goeds doen voor mensen die het misschien nodig hebben. Want dan ga je, en dat is mijn oproep, ken je iemand die het heerlijk zou vinden om zo'n tocht te maken van Tiel naar Doesburg, dan ben je zo'n 4 uur aan het varen. En vind jij iemand in Tiel waarvan je denkt, die heeft dat nodig, die heeft dat verdiend, dan wil ik je oproep doen om een mail te sturen naar info@tielmaritiem.nl. Geef maar eens even aan waarom jij vindt dat neefje Tom of ome Jan of de buurvrouw of je vriendin dat die tocht verdient. En normaal kost zo'n arrangement €65 en dat weten we nu terug te brengen naar €15. Dus eigenlijk geef je op die manier een warm cadeau aan iemand voor €15 per persoon. Ja, nou, dat lijkt me geweldig. En wij gaan kijken hoeveel reacties er komen. En ja, de mooiste verhalen, daarvan zeggen wij, die gunnen we dat. En ik hoop dat het er meer dan 20 zijn, dat we echt moeten gaan kiezen. We hebben plaats voor 20 personen, die we het allemaal van harte gunnen. Nou, prachtig. Hartstikke mooi. Ja. Dus dat komt er ook nog eens een keertje achteraan. Dat is dan het sluitstuk van Tiel Maritiem. Ja, nou hartstikke mooi. Ja, dit gaat gewoon volgens mij weer een succes worden. Ja, ik twijfel er niet aan. En we gaan steeds ieder jaar een stap groeien. En Tiel groeit dus ook mee. Want als je dat dan ziet bij de gemeente de Hanzestad. Tiel is nu ook weer bezig om zich aan te sluiten bij het Hanzestadverbond. Nou, en die hebben met ons ook weer contact gezocht. En zo hebben we vanochtend nog met de wethouder aan tafel gezeten. Omdat ook wij als evenement dat natuurlijk een warm hart toedragen. En zo zie je dat evenementen in Tiel ook langere termijnvisies van de gemeente verder brengen. Ja. En zo kunnen we elkaar gaan versterken. En daar zijn we goed mee bezig. Ja, hartstikke goed. Nou, heel veel succes. We gaan natuurlijk uiteraard weer kijken. Nou, heel goed. Heel goed. Ja. En dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Tiel aan tafel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Astrid de Groot en Bert van Aalst, welkom. Vorige week hebben wij het gehad over samenwerken, dat het toch eigenlijk wel een soort van toverwoord is. Hè? Samenwerken, schaalvergroting. We kunnen het hebben over winkeliers, we kunnen het hebben over gemeenten, we kunnen het hebben over eigenlijk alles. Wat vinden jullie daarvan? Is dat een goede ontwikkeling? Ja, ik vind schaalvergroting bijna een eng woord. Ja, dat klopt. Ik ben het met je eens, Astrid. Hè? Waarom? Ja, waarom? Omdat schaalvergroting brengt met zich mee dat je heel veel bureaucratie in de hand werkt. En ook misbruik van gemeenschappelijk geld.
En dan heb je het meer over echt overheidsniveau. Ja, neem scholen als voorbeeld. Hè. Daar kun je een heel mooi voorbeeld van nemen. Dat stond ook vandaag in de krant. De overheid, het ministerie, trekt geld uit voor betere beloning van docenten. En kleinere klassen creëren. Vooral op het voortgezet onderwijs. Daar is de afgelopen 4 jaar 7 miljard extra voor uitgetrokken. Die 7 miljard die gaat in een pot. En die pot die wordt verdeeld onder de scholen. Hè, op 1 oktober, u heeft zoveel leerlingen. En dan krijgt u zoveel geld. Die grote gefuseerde schoolorganisaties krijgen die potten met geld. Mm-hmm. En die gaan daarmee doen wat zij willen. Daar wordt geen controle op uitgeoefend, bedoel je? De overheid doet natuurlijk geen controle uitoefenen. Maar ik denk dat zo'n schoolbestuur natuurlijk ook wel zijn verantwoording heeft richting de gemeenschap. Nou, dat lijkt mij in prioriteit het allerbelangrijkste. Ja, maar wij als ouders allemaal, wij willen toch dat onze kinderen in kleinere klassen zitten en dat onze docent het goed naar zijn zin heeft en goed beloond wordt, want hij doet het werk. En dat willen we allemaal, hè, aanzien van de leraar weer vergroten, hè, lerares natuurlijk moet ik ook zeggen. En dan zie je dat dat geld heel ergens anders naartoe stroomt. Ja, oké, maar als er nou 4 kleine schooltjes worden gesloten en die gaan met elkaar 1 grotere school vormen. Dan hebben we het over 4 kleine schooltjes, maar we hebben het hier vaak over in een hele regio hele grote organisaties. Waar misschien wel 20 scholen bij aangesloten zitten. En dan krijg je dat soort problemen. Hè, grote overheid, grotere problemen, bestuurlijke problemen die allemaal opgelost moeten worden en geld kosten. Deel jij die mening, Bert? Nou, als ik het zo hoor, dan denk ik van nou, een beetje bekende verhaal. Geld wordt binnengehaald, maar ze zouden eigenlijk nog willen dat de ouders het schoolplein zouden leggen bijvoorbeeld. Ja, maar laten we dan een ander traject of een ander pad kiezen. Sportclubs samen laten gaan. Ja, nou wat als het geeft aan in het onderwijs, maar ik denk op het gemeentelijk niveau heb je hetzelfde. Waarom zouden wij, hè, we hebben het over Tiel gehad, waarom zouden we niet meer samenwerking? Een voorbeeld, we hebben in Tiel 2 prachtige grote muziekkorpsen gehad. En dan zie ik mijn Koningsdag, zie ik daar een muziekkorps lopen en denk van, joh, we hadden vroeger een paar jaar geleden Europese bekendheid, ze gingen door Europa heen. En nu hebben we een armzalig, mag het misschien niet zo zeggen, voor de goede leden, maar het kan toch niet meer dat het zo is, omdat we eigenwijs willen zijn en we komen terug in de historie. Dat zie je bij het voetballen. Maar goed, dan heb je dus wel over samenvoegen of samenwerken, fuseren. Ja. Op kleine schaal. Maar wat het probleem is vaak, hè, dat vinden wij ook, dat dan komen de ik-personen weer naar voren. Die, ja, de persoonlijke identiteit van zo'n korps in dit geval. Ja, de eigen identiteit, maar ook van je profilering van de personen zelf. We hebben het hier over een gemeenschap. En we zijn er hier met elkaar om in Tiel muziek te maken. En daar heel gewoon blij en gelukkig in te zijn. Ja, maar is die identiteit dan zo belangrijk? Dat denk ik niet. Niet? Nee, we moeten ook zo zijn. Historie is voorbij. Hè? We kijken in de toekomst. Als we hier zien de tennisverenigingen, Tiel, prachtige complexen, maar je komt er langs en je ziet maar een paar banen bezet. Je ziet het aan de voetbalverenigingen. Hè. Voorbeeld was vandaag een klas in de krant, dat vind ik dan weer leuk. Dan zie je 2 bridgeclubs en dan lees je er door het aantal leden die we niet meer hebben, moeten we samen gaan. Hè, we hebben hier een voetbalclub op tweede divisieniveau zitten. Waarom gaan wij niet als gemeenschap in Tiel zeggen van, ja, daar moeten wij wat mee profileren. We moeten Tiel op die zetten, Tiel op de kaart. En laten we dan eens denken als clubs, wat kunnen wij nog betekenen voor die club? Hè? Voor die vereniging? Ja. En wat zouden wij in Tiel kunnen doen om nog meer exposure te krijgen? Maar dan moet je samenwerken. En dan moet je die nostalgie van vroeger, dat is voorbij. Hè? We hadden vroeger in Tiel de Betuwe en Daalderop, die bestaan ook niet meer. Nee, dat klopt. Dus het gaat eigenlijk vooral over wat kleinschaliger projecten of clubs of verenigingen. Ja, en vooral zorgen dat mensen niet voor eigen gewin daar zitten. Hè. Politiek is dat ook zo. Je vertegenwoordigt de Nederlandse bevolking als je ergens voor gekozen wordt. Het gaat niet om eigen gewin. Het gaat niet om uitzitten totdat je met pensioen gaat. Nee. Daar gaat het niet om. Je zit daar omdat je gekozen bent. En word je niet gekozen, ja, jammer, maar dan zul je iets anders moeten zoeken. Ja. En zo is het. Hè? En dat is gewoon het hele verhaal. En dat is hard, maar het is niet voor eigen gewin, voor de gemeenschap. Ja,
En daar ben je er ook voor natuurlijk. Ja, ja, precies. En zo is het natuurlijk met sportverenigingen. Met sportverenigingen, met alles. En ik denk gewoon ook, gezien, je moet ook met gemeenschapsgeld denken, dat moet verdeeld worden. En nu moet het allemaal verdeeld worden over meerdere clubs. Ja? Ja. En wat zien we allemaal tussen, ik noem het altijd maar, tussen daar een handje geven, daar wat halen. Ja. Maar je komt nooit op één mooi niveau terecht. Ja, hè? Dus het is allemaal maar communiceren, praten met elkaar. Ja. Durf het ook, hè? De krachten bundelen. Ja, ja. En laat de pessimist, die denkt ik ben voor een vereniging of voor een club, laat die denken van, joh, als ik straks weg ben, is misschien de club er niet meer. Wat heb ik dan bereikt? Ja. Laten we toch denken positief en laten we met z'n allen erachter staan. En ja. We zijn wel heel kritisch samen, hè, Astrid, hè? Ja, maar we zien het ook positief kritisch. In. Positief kritisch. Positief kritisch. Ja, denken, want dat kan ook kritisch zijn, hè? En je moet 20, 30 jaar vooruit denken. Ja. Hoe ja. is het dan? Ja. Hè? En niet nou, dat gaat twee, drie even dan te ver. Ja. Ja. Nou, ja. Maar dat is natuurlijk wel. Lange termijn visie. Tuurlijk, tuurlijk. We worden nu 135 jaar pas uitgerekend. Precies. Dus er zijn ook heel veel mensen die zijn pas op de helft. Goed. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was Stil aan tafel voor deze week en volgende week zijn we er natuurlijk weer.